Aan het begin van 1915 was er 40.000 kilometer loopgraaf gegraven, dwars door Noord-Frankrijk tot aan de grens met Zwitserland. 40.000 kilometer, de omtrek van de aarde. Vanuit die loopgraven zouden beide legers elkaar bijna 4 jaar lang bestoken. Dag in, dag uit. 24 uur per dag. In Engeland, Duitsland en Frankrijk draaide de oorlogsindustrie aan het thuisfront intussen op volle toeren. Per trein, auto, paard en wagen en soms gewoon op de rug van de soldaten werden dag in dag uit duizenden projectielen aangevoerd. Iemand rekende eens uit dat bij de slag om Passendaal, vlakbij Ieper, alleen al in iedere vierkante meter 10 projectielen moeten zijn neergekomen. Bommen, mortieren, granaten, kogels. De aarde werd in 4 jaar tijd omgeploegd door een dodelijke regen van staal. Van die 10 bommen en granaten per vierkante meter explodeerden er maar 7. Een stuk of 3 ontplofte niet. Wat in 4 jaar tijd over het land rondom Ieper werd uitgestort, is na 90 jaar nog steeds niet opgeruimd. Een legertje Belgische mijnopruimers is vandaag de dag altijd nog bezig om die niet ontplofte munitie weg te halen. Dag in, dag uit. Dat doen ze al sinds 1920. Ze halen zo'n 250 ton per jaar op. Het projectiel kan in 2 toestanden zijn. Gewapend of niet gewapend. Dus zo'n ding is wel afgevuurd? Vaak, is maar afgevuurd, is niet, heeft niet gewerkt. Maar men kan onmogelijk zeggen wat een toestand is. Dus moesten we het uittrekken in gevaarsgraad, wat dat de gevaarsgraad is van dat projectiel. Dat kan hoog zijn, dat kan laag zijn. Ieper was het stadje waar het allemaal om draaide. Als de Duitsers daar zouden doorbreken, waren ze zo bij de havens van Duinkerke en Calais. En dat moest natuurlijk kost wat kost voorkomen worden. Voor die strategische rol heeft het stadje duur betaald. In 1918, toen de oorlog afgelopen was, stond er geen steen meer op de andere. Na de oorlog is Ieper weer geheel zo opgebouwd als het voor 1914 was. Piet Gielens is er de coördinator van het museum in Flanders Fields. Uiteindelijk is alles wat ik doe is eigenlijk om van een privé-demon af te geraken. Van, je woont in de grootste begraafplaats ter wereld en daar moet je wat mee. Dat is het denk ik wel, ja. Dat is, je moet daar een zin aan geven, alsnog een zin aan geven. Vooral naarmate je dus die verhalen leest, zie je dat oorlog is eigenlijk iets heel prozaïs. Hè? Je moet maar in het juiste schuttersputje zitten en niet in het foute. En dan overleef je het. En dus voor de rest, dan merk je dat het begrippen als heldendom en opoffering en vaderlandsliefde en zo. Dat is eigenlijk allemaal dingen die achteraf verzonnen zijn in een kantoortje. En helemaal niets te maken hebben met het feitelijke gebeuren. Bij Ieper werd voor het eerst gas gebruikt. De Duitsers lanceerden het in 1915. In het begin draaiden ze, als de wind uit de goede richting kwam, gewoon een aantal cilinders open. Maar dat was link, als de wind plotseling omsloeg. Dus vulden ze al snel hun granaten ermee, zodat ze het naar de vijand konden schieten. Daarna werd het gas steeds gemener, van gewoon traangas tot het uiteindelijke mosterdgas, dat bij aanraking met de huid gigantische blaren achterliet. De geallieerden hadden geen idee wat ze overkwam. Het duurde maanden voor ze de beschikking kregen over primitieve gasmaskers. Van de duizenden projectielen die rondom Ieper in de grond liggen te roesten, is een onbekend aantal gevuld met die gassen. Maar of er gas in zit en wat voor gas, dat kun je van de buitenkant niet zien. 90 jaar later draait de chemische ontmantelingsfabriek van het legerkamp Steenstraten nog elke dag op volle toeren. In een zwaar beveiligde bunker wordt de kop van het projectiel met erin het ontstekingsmechanisme er voorzichtig afgevreesd. En zo ziet het er dus uit. Mosterdgas. Even onschuldig als water. Dit was
dit veld hier tot aan die hopvelden en nog er voorbij tot aan de voormalige spoor. Allemaal barakken van casualty clearing stations. Ze worden aangevoerd met de trein hier. Worden ze hier verzorgd, maar wat je ook probeert, je houdt het niet tegen. En dan uiteindelijk, 5 jaar later, sta je met deze, ja, deze zee van dood. Bijna 11.000 graven. Allemaal dag na dag erbij gekomen. Dat is zo. 14 augustus 1915. 16 augustus. 17 augustus. En dan wordt 18 augustus. En zo loopt het door, dag na dag. Je kunt hier de kalender van de oorlog aflopen. Dit is een veel wranger, duidelijker beeld van de oorlog. Dan die plaatsen waar. En Amerikanen doen dat, en Britten doen dat, en Fransen doen dat. Maar Britten doen het minst. Waar men de doden achteraf weer gaat ordenen om een andere zaak te dienen. Namelijk niet het verhaal te vertellen van de prozaïsche, smerige oorlog van elke dag sterven. Maar die van de grote heldendaden. Waar men nog geregimenteerd staat, opgesteld, zelfs in de dood. En daarom is dit zo'n verschrikkelijk droevige plek. Ja, ik heb verschillende missies in het buitenland gedaan. Ik kwam nog, in 2004 zat ik in Afghanistan. Ik heb er 6 maanden bijna gezeten. 2 maal in Joegoslavië, Rwanda gezeten, Laos gezeten. Weet je, de hele wereld gezien. En overal is hetzelfde, ja. Problemen met mijn munitie. Ja, steeds hetzelfde. Is het daar, wat is het daar voornamelijk mijn of is het... Afghanistan is, ja. Dus mijnen, munitie. Een oorlog duurt meestal zeer kort. De Eerste en Tweede Wereldoorlog was 5 jaar. Maar we zijn nu nog altijd bezig met de Eerste Wereldoorlog op te ruimen. En dat is 90 jaar geleden. Dus een oorlog duurt meestal maar 1 generatie. Meestal. Het opruimen duurt meerdere generaties. Maar geldt dat nou ook voor Afghanistan? En dat zal dus binnen 1, 2, 3, 4, 5 generaties zal men nog altijd munitie van die tijd vinden. Voor Piet Gielens van het In Flanders Fields Museum in Ieper zijn de doden uit de Eerste Wereldoorlog nog springlevend. Soms liep hij na zijn werk nog een rondje langs de verzakte oorlogsgraven onderaan de kerktoren van zijn dorp. Ik vraag me af hoe hij het in godsnaam volhoudt, dag in dag uit die treurigheid van een allang vergeten oorlog. Ik heb vorig jaar mijn echtgenote verloren. En ik weet hoe bezig zijn op een professionele manier met die dood altijd, hoe enorm mij dat geholpen heeft om haar dood te kunnen een plaats geven. Echt waar. Hoe dat... Ja, kanker op 8 maand. Ik bedoel, vreselijk, verschrikkelijk. En toch waren we er beide toe gekomen dat dit een dood was waar je niet tegen kon vechten, omdat daar geen schuldige bij was. Terwijl die dood waar ik mee bezig ben, daar is een schuldige voor.